In deze screencast zal ik je laten zien hoe je in SketchUp een vaas kunt ontwerpen die dan kunt exporteren naar een STL-bestand waarmee je dan weer een print kunt maken op een UP Mini 3D printer. Ik kan je niet alle ins en outs van SketchUp laten zien, maar ik zal je een paar basishandelingen laten zien waarmee je zelf waarschijnlijk al een heel eind op weg kunt komen om je eigen vaas te ontwerpen. Je ziet hier al een aantal voorbeelden. Dit is een ontwerp van mijn oudste dochter. En dit is een iets wat aangepast ontwerp naar aanleiding van de eerste print. Voor als je SketchUp helemaal niet kent, je ziet hier een aantal knoppenbalken met een heleboel opties die we lang niet allemaal gaan gebruiken. Als je SketchUp start en je ziet niet allemaal deze knoppenbalken, dan ga je even naar weergave en werkbalken. En zorg dat je aan de slag grote gereedschappen zet, stijlen, lagen en aanzichten geselecteerd hebt staan. Wat je hier ook ziet is, je hebt een blauwe as van de boven en onder, een groene as en een rode as, dus de x- en de y-assen. En die drie dimensies maakt tekenen in SketchUp, en trouwens in al dit soort programma's, ook vaak heel erg ingewikkeld, want je denkt namelijk dat je een lijntje tekent of een vlak tekent wat recht is, maar het blijkt dan dat je niet in twee dimensies aan het tekenen was, maar ook een derde dimensie meegenomen had. Dus dat je niet alleen naar rechts en omhoog ging, maar ook bijvoorbeeld de diepte in, al dat soort zaken. Daarom zijn die aanzichten ook belangrijk. Als ik kies voor de vooraanzicht, dan zie je dat ik allemaal netjes de vazen op een rij heb staan en die rode lijn als horizontale as heb en de blauwe lijn als verticale as. En dan kun je namelijk ook makkelijker tekenen. Er zijn nog twee knopjes die belangrijk zijn. Beeld draaien hierboven. Daar moet je mee oppassen. Als je dat doet, dan kun je inderdaad dus door de muis in te drukken het beeld bewegen. Alleen dan weet je niet meer precies waar je lijnen zitten. Dus ik kies nou even vooraanzicht. En we hebben beeld schuiven. En dat is handig in dit vooraanzicht om even de vase die ik al gemaakt heb aan de kant te schuiven. Nou, wat we eigenlijk gaan doen is, we tekenen een buitenkant van de vaas. En die zetten we dan op de cirkel en dan laten we die een rondje draaien. En dan hebben we ook een driedimensionale vaas. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, ik kan het beste voordoen. Ik kies even voor de lijn tool. Pak een plekje hier boven die rode lijn. We zeggen, nou, mijn vaas begint ongeveer hierboven. Begint misschien met een stukje naar buiten. Dan wat omhoog, dan wat omlaag. Dus hier zie je ook op de blauwe as naar omlaag gaan. Nou, dan willen we dat hij iets naar binnen gaat. Dan wat schuin omlaag. Iets naar binnen. Nog wat schuin. Nog wat naar onder. Weer iets naar binnen. Ja, dan maak ik hier een mooi voetje. Dan gaan we de binnenkant doen. Links. Iets omhoog. Geven hem een beetje vulling. Hier volgen we hem ook ongeveer. Daar, daar. En huppakee. En op het moment dat je rond bent, zie je dus dat de vorm dichtgemaakt wordt en ingevuld wordt. Nou, die vorm kunnen we nog een beetje aanpassen. Stel dat we die binnenkant toch een wat rondere vorm wilden geven. Nou, dan kiezen we voor het boogtool. Klik hierboven. Klik hieronder. En we bewegen dan de muis naar rechts langs die lijn, zodat die een mooi boogje krijgt. Nou, je ziet nu dat je wat lijntjes over hebt aan de binnenkant. Dus ik kies even voor het gummetje. We klikken voorzichtig. De lijntjes die nu weg mogen. Klik niet te veel, want dan maak je je vorm open. Die punt hieronder, dat zal qua printen waarschijnlijk ook niet zo lekker gaan. Dus laten we dat ook nog aanpassen. Trekken de lijn, klik nog een keer. Maken dat een beetje rond. En we halen alles wat overbodig is weg. Nou, zo kunnen we ook hier nog dingetjes afronden. Stel we willen vandaar eentje. En pak het gummetje weer, enzovoort. Nou, je snapt al, je fantasie is ongeveer de grens van wat je hier kunt maken. Je moet er wel rekening mee houden dat als je nou hele moeilijke, smalle inhammen gaat maken, dat straks bij het printen waarschijnlijk wat moeilijk gaat worden. Maar goed, je kunt een versie 1 maken, je kijkt dan hoe die uit de printer komt en dan ga je gewoon weer naar SketchUp en dan maak je een versie 2. Maar we hebben nu nog steeds alleen een vlak getekend. Als ik dit ronddraai, dan zie je dat er verder helemaal niet veel gebeurt. Nou, wat we daarvoor gaan doen is, we gaan terug naar ons vlak. En
We nemen nu het bovenaanzicht. We zakken iets naar beneden. Zodat we de vorm kunnen zien. Kijk, je ziet hier zit de vorm die we getekend hebben. Dan pakken we een cirkel en we gaan naar de binnenkant van de vaasvorm. Kiezen daarvoor het eindpunt. Klik één keer met links en je beweegt de muis over de rode lijn naar rechts in dit geval. Tot buiten de onderkant van de vorm. Nou, je laat de muis los en je ziet dat er meteen een vlak getekend wordt. Nu kunnen we weer het beeld wat draaien en je ziet dat onze vorm nu op een cirkel staat. Die cirkel is dus groter dan dat de vorm is. Dan kies je weer de selectietool. Je klikt hier voorzichtig op het randje, dus niet op de binnenkant. Ik heb nu op de binnenkant geselecteerd. Dan moet het randje hebben van de cirkel. Dan kies ik voor de volg mij tool. En je ziet dat zo gauw ik over de getekende vorm heen ga, dan geeft hij aan dat dat is waar je op gaat klikken. Dus ik klik er nu op, wacht even en voilà, daar is mijn vaas. Het is een beetje een aparte vorm. Als je nou denkt van, nou dit bevalt me niet, dan kies je gewoon voor bewerken, ongedaan maken. En je bent weer terug bij je vorm. Je kunt het gewoon aanpassen. En je doet gewoon nog een keer hetzelfde. Stel je wil een aanpassing maken. Dit iets minder, een grotere opening. Knip hem gewoon een stukje eraf. Hoppakee. Ja. Dan gaan we lijntjes selecteren. Die en die. Dus nu een stukje van de opening afgeknipt. Ik pak de selectietool weer. Ik selecteer de lijn. Volg mij tool. Ik kies hem hier. En hoppakee. En je ziet, ik heb meteen een grotere opening in mijn vaas. Op het moment dat je tevreden bent, dan selecteer je even de ring. De buitenkant. En nu is ook de plaat die je aan de onderkant getekend had, is weg. Nu moeten we nog even het geheel selecteren. Dat kun je ook doen door op te klikken. Maar nu heb ik het hele object geselecteerd. Ik kies rechtermuisknop en ik zeg groep maken. En nu heb je iets wat je in principe zou kunnen exporteren. Nou, dat ga ik met deze niet doen. Dat ga ik doen met deze vaas. Want die wilde ik nog een keer printen nadat ik hem getekend had. Ik selecteer hem. Om er nu een STL van te maken heb je een plugin nodig. Ik zal een link naar de plugin, de gratis plugin, opnemen in de beschrijving. Die plugin vind je dan bij bestand export STL. Nou, we noemen deze even vaas versie 2 demo. Oh, demo. En dan moet je er STL achter zetten. Dat doet deze plugin niet zelf. Nou, kiezen voor opslaan. En dan moet je even wachten. Dan geeft hij aan dat hij hem geëxporteerd heeft. Klik OK. Nu gaan we naar de Up software. De software die wordt gratis bij de Up Mini en ook volgens mij bij de grote Up wordt die bijgeleverd. Die kun je dus anders niet zomaar gebruiken, maar anders heb je er ook niet veel aan, want het is gewoon de software die bij de printer hoort. Hiermee kun je de printer aansturen, je kunt hem kalibreren, je ziet hoe lang die gaat printen enzovoort. Nou, hier moeten we ons model in openen. Deze. We hebben net gemaakt, vaas blauw versie 2 demo. Ik zeg openen. Even wachten tot hij hem binnengeladen heeft. Nu zien we hier nog niet vreselijk veel, want onze vorm is nu onder de vaas terecht gekomen. We moeten hem even iets verkleinen. Ik selecteer hem. Ik kies even 0,5 en klik op scale. Je ziet, hij is nog steeds erg groot. Dus nog een keer 0,5 scale. Dan kan ik hier proberen met place. Nou, hij past er wel op, maar nog niet in. Een keer place, dan gaan we even inzoomen. Kijk, hij past nu ongeveer, maar als je van de bovenkant kijkt, zie je dat hij toch nog buiten de randen van het printbed gaat. Dus we doen een keer 0,8, nou, nog een keer 0,8. En ja, nu hebben we al ongeveer een comfortabel formaat. Nu zie je dat hij nog zweeft, dus we kiezen een keer place en hij wordt netjes geplaatst op het printbed. Nou, vanaf dit moment kunnen we eigenlijk aan de gang met het printen. We kunnen nog even zeggen van doe een print preview. Dan kun je de instellingen aanpassen, bijvoorbeeld hoe erg opgevuld moet die worden. Moet die heel dicht opgevuld worden of niet? Nou, in dit geval is het een vaas en daar hoeft niet, verder niet veel kracht op. Dus ik kies voor deze van de meest open vorm. En alle andere instellingen staan hier eigenlijk gewoon standaard zoals ze moeten. Kwaliteit, snel, normaal of hoge kwaliteit
kies even voor normaal, want dat gaat hier nu nog lang genoeg duren. Want als ik op oké klik, dan gaat hij even uitrekenen hoeveel tijd en hoeveel materiaal er nodig is. Ik zal de video even op pauze zetten totdat hij bij 406 is. Oké, we hebben nu een inschatting gekregen van de hoeveelheid materiaal, 73,9 gram. En de tijd die het gaat duren om deze vaas te printen, maar liefst 5 uur en 32 minuten. En hij zou dus zaterdag 11 mei om 7:30 klaar moeten zijn op het moment dat we nu een printopdracht zouden geven. Ik klik even op oké, er is nu nog geen printopdracht gegeven. Dat gebeurt pas op het moment dat ik zeg van oké, dan doe het maar met deze instellingen. Ik zou nu kunnen kijken of die met fast heel veel sneller is of met fine heel veel trager. Dat kunnen we eigenlijk wel even doen. Even cancel. Dan zeg ik weer print preview. Ik zeg hoe lang doet hij erover als het fine is. Ik zet hem weer even op pauze. Nou, en hier zie je het verschil. 74,1 gram. Dus niet eens heel veel meer, maar wel 7 uur en 22 minuten. Dus dan zou die vanavond om 10:30 klaar zijn. Nou, laten we dat dan maar eens proberen. 7,5 uur, dat wordt een lekker lange opname. Klik op oké. We gaan dus nu weer naar print. We laten hem op fine staan. De big hole fill, 0,2 mm. En klik op oké. Nu gaat hij weer die 406 lagen doorrekenen. Daarna gaat hij alles doorsturen naar de printer. En dan geeft hij nog als laatste een keer de melding dat hij er inderdaad tot vanavond laat mee aan de gang zal gaan. Ik heb ook een webcam in de printer hangen. Je ziet hier het printbed en hierboven de printkop die op dit moment nog stil staat in afwachting van de data die er zo meteen naartoe gestuurd gaat worden. Ik zal dus ook een aparte opname maken van het printprocedé en dat onafhankelijk van dit filmpje ook online zetten. Ik zal deze nog even pauzeren en straks laten zien wat hij als laatste melding geeft en daarna gaat de printer aan de slag. Kijk, je ziet hier dat hij de 406 lagen doorgerekend heeft en die is hij nu naar de printer aan het sturen. Ik kan het je niet laten zien, maar op de printer zie je nu ook dat het statusknopje knippert als teken dat de data daar aankomt. De Up Mini heeft ook een interne geheugenopslag. En dat betekent dat als die 406 lagen naar de Up Mini doorgestuurd zijn, dat je de printer van de laptop los kunt maken. Of de laptop van de printer los kunt maken. Dat heeft dus als grote voordeel dat je normaal gesproken de printer dus niet voor de volledige tijdsduur van de print aan de printer hoeft te laten hangen. In mijn geval moet dat nu dus wel, omdat ik de webcam in de printer heb hangen. En de webcam heeft wel gewoon een printer nodig. Maar normaal gesproken hoef je dus alleen maar te wachten totdat de printopdracht begint. Daarna kun je gewoon verder werken met je eigen spullen. Aardig is ook dat mocht je nou twee prints van hetzelfde object willen maken, dus stel dat ik deze vaas nog een tweede keer zou willen printen, dat ik na afloop van die print gewoon kan zeggen, waar zit hij? Hier bij Tools, maar hij is nu niet actief. Daar staat Print Again. En dan geeft de software, de Up Mini, gewoon de opdracht om nog een keer de print uit te voeren die al in het geheugen van de Up Mini zit. Dus dat betekent dat voor die tweede keer of de derde keer, de vierde keer print, je niet nog een keer hoeft te wachten totdat de software alles uitgerekend heeft. De Up Mini gaat dan gewoon aan de slag met het tweede, derde, vierde exemplaar van de print die je wil maken. Ik zet hem weer even op pauze om te laten zien dat hij dadelijk aan de slag gaat. Ik wilde je nog even laten horen hoe het klinkt als de printer start. Want dan begint hij ook flink te piepen. Dan klik ik oké. Hij heeft nu de 406 van 406 lagen verstuurd. Ik zal even bij de maintenance kijken. Kijk, de nozzle, de printkop, die moet nu eerst opgewarmd worden. De printer heeft wel alle data gekregen, maar kan nog niet beginnen te printen. Totdat die op ongeveer 260 graden
staat. En dat betekent dat de printer nu ook nog even rustig niks doet. Totdat die op 260 graden is. Je kunt ook zien, als we naar de webcam kijken, dat hier nog niks gebeurt. Ik zal die wel even laten starten met capturen. Kijk, de video loopt. Nou, je ziet hiernaast de status nog oplopen naar 183. Als mijn laptop dat nog allemaal tegelijkertijd kan. En opnemen. En Camtasia laten draaien. Hij zal dadelijk nog een keer printen, nog een keer piepen als hij op 260 is. En dan zal hij ook beginnen met printen. Dan zal ik de screencast uitzetten en de livecam verder laten gaan met opnemen. Je ziet dat er al een beetje filament uit de kop komt. Is nu bijna op 100%. Ja, 100%. Hij piept nog een paar keer. Daar komt het printbed. En hij begint met printen. Oké. En de rest van deze printopdracht kun je zien dus in het livecam filmpje. En dan stop ik bij deze de opname van de uitleg.